Was je daar getraind in? Bang voor? Of? Nee, ik schreef altijd alles zelf. Ja. Het is gewoon puur doordat ik Ilja heb ontmoet, dat ik opeens dacht, oh, ik vind hem wel goed. Daar wil ik wel mee werken, want meestal werk ik liever niet echt samen. Omdat ik het heel ingewikkeld vind. Als jij iets wil vertellen, ja, dan vertel ik het ook liever zelf of zo. Maar er zijn weinig mensen waarmee ik dan echt een affiniteit heb met, dat ik me er echt in herken. Ja. Of dat ik er echt iets mee heb, want ik kan alleen maar een lied zingen als ik er echt iets mee heb. Want dan kan je het ook echt waarachtig brengen. Dat vind ik eigenlijk het enige belangrijke, dat het echt is, dat het klopt voor jou. En dan kan je het overbrengen. Heb je zeg maar die mix nog in de gaten gehouden? Zeg maar, je had een mix van teksten, waar Remco Kamp met Harry Mulisch, van Ilja en je van jezelf? Of maakte dat niet uit? Het was gewoon per nummer, schreef je gewoon en dan... Ja, je schrijft gewoon, je maakt gewoon dingen en uiteindelijk kijk je, wat hebben we eigenlijk allemaal? Wat heb ik eigenlijk allemaal nu? Nou, dan vind ik dat een mooie combi. Ik vind de cd's een beetje half-half geworden. Dus één deel is heel, nou, best melancholisch, emotioneel of zo. Als je het zo mag noemen. En de andere helft is meer up en meer outgoing, hoopvol, energiegevend. Het zijn echt die twee delen in deze cd. En kun je die, ja, ik weet niet precies wie welke tekst geschreven heeft, maar zeg wat je zegt, die twee delen. Zijn dat meer jouw eigen teksten? Of zijn dat meer de teksten van hem? Nee. Dat is gewoon puur een mix. Dat maakt niet zoveel uit. Maar als je goed luistert, denk je wel dat je kan horen waar wat vandaan komt, denk ik. Ja. Dan moet ik even de dingen erbij pakken. Want ik heb het cd wel geluisterd, maar ik weet niet precies wie welke tekst geschreven heeft. Ja, het tweede nummer is Het regende zon. Dat is een tekst van Remco Kampert. Daar weet ik dan wel. En waarom heb je de cd zo genoemd? Nou, ja, wat ik net zei, deze cd bestaat echt uit een zonnige kant en een melancholische kant. En ik vond Het regende zon is een citaat uit het nummer, want eigenlijk heette het Denkend aan Jacques Prévert en Jozef Kosma. Ik weet niet of jij weet wie het zijn, maar het zijn schrijvers van het nummer Les Feuilles Mortes, Autumn Leaves, heel bekend nummer. Ja. The falling leaves drift by the window, the falling leaves of red and gold. Nou, oorspronkelijk is het een Frans nummer en Remco heeft een tekst van zichzelf gebaseerd daarop, of op een, volgens mij op een autobiografische gebeurtenis in Parijs. Nou, het is een heel romantische tekst, maar eigenlijk loopt het slecht af. In dit lied begint zonnig en het eindigt eigenlijk als een melancholische herinnering van... Ja, en ik vond het regende zon in dat melancholische aspect vond ik heel erg goed passen bij de hele cd. Die tekst. Ja. Of die zin. Zeg maar, dat was voor jou de reden. Denkend aan een mooie herinnering. Ja, verlangen naar en ook weer afsluiten van een nieuw begin. Ja. Elk einde is een nieuw begin. Zo, ja. Na regen komt zonneschijn, haha. En na zonneschijn komt weer regen. Ja, daar gaat het wel een beetje over. Maar laten we zo zeggen, het regende zon, dat kan ook betekenen dat het niet altijd de zonneschijn heel leuk kan zijn of zo. Nee. Maar je kan het ook interpreteren als het regent heel veel zonneschijn. Maar je kan het ook... Ja, het heeft iets... een melancholische touch. En dat vind ik ook mooi daaraan. Ja, je hebt een aantal teksten. Hoe is zeg maar nu die samenwerking verlopen met Ilja? Is je op dezelfde manier gegaan? Dat hij teksten schreef? Of heeft hij nu ook naar aanleiding van jouw aanpassing op de eerste plaat... heeft hij meer rekening gehouden met de teksten die hij nu aanleverde? Nee, volgens mij niet. Er waren een paar dingen waar we het over gehad hadden en daar heeft hij weer een paar teksten over opgestuurd. Maar weet hij, zeg maar, als je met hem praat, weet hij goed te duiden en samen te vatten in zijn teksten, zeg maar, wat jij bedoelt? Moet je daar zelf nog aan sluiten? Nee, ik kijk eigenlijk naar een tekst van hem en dan vind ik het helemaal goed of niet. Er zijn ook teksten die ik eigenlijk helemaal niet heb gebruikt, omdat ik dat te vaag vond of had ik niet zoveel mee. Wat ik goed aan hem vind is dat hij altijd een beetje een cynisch ondertoontje heeft. Of iets wat humor ook. Ja. En een originele woordkeus. Waar ik misschien nooit op zou komen of zo. Heb je van een voorbeeld?
ook het metafoor van sneeuw en verder. Alsof je vast zit in de sneeuw en verder wil en door een sneeuwstorm moet. Maar je gaat toch door, want je moet verder. Zo, ik vind het een mooi beeld. En in het liedje wat over Nederland gaat, dat heet Pipa Polderland. Ja, dus aan de ene kant alsof het niet serieus is, maar het heeft eigenlijk een hele serieuze boodschap. Dat je eigenlijk terugverlangt naar het hippie-image van Nederland. Waar eigenlijk de buitenlanders altijd zo vol van zijn. Nog steeds vol van. Het vrije, ja, tolerante, wietrokende Nederland. Maar het is eigenlijk ver te, ik zou eerder zeggen, Nederland politiestaat tegenwoordig. Langzamerhand, ja. Nou ja, daar ben ik dan bang voor. Daar gaat dat liedje over. En het heet dan Pipa Polderland, waar is gebleven? Pipa Polderland met zijn tita tolerantie.